demo. We zijn 1 september. Ik ben even gaan moeten kijken wanneer de vorige was. En daar is dus een zomerperiode overgegaan. Dat was ergens einde juni. Dus dat wil zeggen dat wij toch wel etelijke sprints hebben afgehandeld en dat er toch wel wat demo-werk is gebeurd. We zijn ook einde juni, begin juli, hebben wij behoorlijk intensieve pilootmeetings gehad, waarbij er heel veel inlichtingen zijn doorsproken. Om dus alle puntjes die de pilootgemeente tijdens hun testwerk hadden ondervonden, om die te bespreken. En dan eventueel, ja, daar zijn best wel wat change requests uitgekomen. Het is een vakantieperiode geweest. Ik wil toch ook vooral een pluim geven aan onze ontwikkelaars. Die hebben tijdens de vakantie echt wel bergen werk verzet. Al die change requests zijn erdoor. Er zijn enorm veel features ook nog toegevoegd. En dan gaan we die doel is om die vandaag wat te tonen. Ik heb best een lang lijstje. Nu, ik denk dat ik voor de front met alle wijzigingen van vooral vergunningen een volledig uur kan demoen. Ik denk dat dat ons veel te ver gaat leiden. Ik ga proberen mij te beperken tot de essentie, de meest belangrijke zaken. Ziet hier mijn lijstje. Ik ga dat nu niet direct demoen. Misschien dat we het subiet wel zien als ik een aantal zaken laat zien. We hebben wel wat UI-improvements gedaan aan de front, vooral het scrollgedrag. Dat was ook wel een opmerking en iets dat we zelf ook ondervonden. Telkens als je een inlichting bewaart, sprong die terug naar boven dat scherm, dat hebben we aangepast. We zijn ook gestart om het mobile-friendly te maken. We hadden ook gezien dat soms heel lange teksten niet mooi pasten in die preview-boxen. Dat is allemaal nu wel aangepast, dus dat is mooier gemaakt. Wat ook ontwikkeld is, en dat is nu vers van de pers, dat is dat we een nieuwe landingspagina hebben. Dus het doel is, en ik heb het hier al opengezet, het doel is dus als je als gebruiker voor de eerste keer naar het VIP-webplatform zou surfen, land je eigenlijk op een eerste, ja, een informatieve pagina. Dus jullie zien dit hier. Hè. Dus wij hebben een beetje tekst voorzien van wat is het vastgoedinformatieplatform. Dan een slagje dieper gegaan van oké, wie bent u als gebruiker? Welk type gebruiker bent u? Waarbij dus extra informatie is en voor steden en gemeenten de aanmeldknop uiteraard. Dus zo ziet u dat we dus x aantal zeer gerichte informatie hebben neergeschreven op die landingspagina voor de verschillende gebruikers. Dus feel free om zelf eens te gaan kijken. Dit is nu nog wel op test. Het is vers van de pers. En dan een heel mooie feature dat we ontwikkeld hebben, is dus dat we eigenlijk de kaart van Vlaanderen tonen en visualiseren welke gemeenten, steden en gemeenten, aangesloten zijn op het VIP. Dit is nu de lijst van de pilootgemeenten. Natuurlijk, in de productieversie, als we dat gradueel gaan aansluiten, zullen we dat ook uiteraard dynamisch trachten te houden. En links ziet u ook een aantal KPIs. Die we dus, dat is nu wel mockdata, veronderstel ik, maar het doel is dat die tellers ook dynamisch zijn. En hier komen nog onze vak, veelgestelde vragen, contact. Zo, als hier geen vragen over zijn, zou ik graag naar effectief het VIP gaan. Dus ja, in principe, als ik hier aanmelden doe, dan ga ik dan, dat is in test. Ik heb nu in TNI een sessie open gedaan. Wat kan ik nog demoen? Wij hebben, wanneer we een perceel selecteren met heel veel adressen, bijvoorbeeld een appartementsgebouw, die visualisatie van die adressen was niet zo heel goed. Dat hebben we ook geoptimaliseerd. Ik ga even deze, ik ben ingelogd als stad Gent. Zo. Als het goed is, dus misschien wel even wachten om het pand op te zoeken. Zo. En dan zouden nu de adressen moeten opgeladen worden. Zo. Dus nu hebben we dat eigenlijk mooi gevisualiseerd in een tabelletje. Dus in dat appartement, want ik heb in mijn aanvraag, ik denk dat de huisnummers, of soms heb je ook de busnummers, dat zijn dat er echt misschien wel 40. Ik heb een selectie gemaakt en die komen dan mooi visueel
voor de behandelaar en voor de aanvrager in over het dossier. Dus zo zie je duidelijk welke adressen de aanvraag betreft. Zo. Dan hebben wij verder gewerkt aan het finaliseren van een dossier. En dat is de flow van, oké, een validatie. De aanvrager moet die dan natuurlijk wel ook kunnen consulteren en de PDF kunnen downloaden. Wij hebben ook de mogelijkheid gecreëerd dat een gevalideerd dossier toch door de informatieleverancier terug kan aangepast worden. Dat ga ik dan ook zo dadelijk demoen. Dus eigenlijk dat de steden en gemeenten terug de edit-sectie kunnen openen. En wij kunnen ook een dossier weigeren ondertussen. Dus ik ga terug even naar test. Gevalideerd dossier. Zo. Ik ben nu wel nog als leverancier aangelogd. En zo zie je dus dat is een gevalideerd dossier, hè. Dus ik heb dat gevalideerd deze ochtend. En ik zou dus, en in principe als ik nu naar de vergunningen ga bijvoorbeeld, dat zijn allemaal read-only blokken. Hè. Als ik nu op dossier bewerken klik, dan komt dat dossier dus eigenlijk terug in edit mode. Dus ik kan hier nu eigenlijk mijn stedenbouwkundige vergunning toevoegen, alles invullen, bewaren. Misschien heel snel doen. Niet gekend, er is bij de college een vergunning gedaan op gisteren, dat is niet vervallen. Zo, ik bewaar dat, nee, geen beroep. Zo, ik heb dat nu ingevuld en ik kan dat dan terug valideren. Ja. In principe, als ik dan nu naar de aanvrager ga, dus ik ga dan even naar mijn gebruiker als makelaar. Behandeld. In principe ga ik hier nu mijn 2959 zien. Zo. En die is dan hier gevalideerd om 10:10. Zo. En ja, hij heeft hier uiteraard de download, de PDF. En die is nu ook in volle ontwikkeling, heb ik gezien, om die te verbeteren qua layout. Zo. Ik kan een dossier weigeren. Ik heb hier al een geweigerd dossier. Dus in principe, als ik nu als de Walen vastgoed, is dat de deze. Sorry? Voor iemand praten. Dat is een momentje. Ja. Zo. Dus als makelaar of als aanvrager zie ik dan natuurlijk in mijn overzicht van mijn dossiers en in de detail dat dit dossier werd geweigerd. En de reden is een dubbele aanvraag en dat is een testje van mij. Je ziet, er zijn geen rubrieken niet meer, dus de aanvrager kan ook niet meer scrollen door het dossier. We zien enkel de, waarover het perceel gaat, het dossier zelf. Als ik dan nu als leverancier een dossier wens te weigeren, en ik had hier ook, dus ik kan, momentje. Ja, ik ga als Gent snel een dossier aanvragen. Kappakietje, zo, verzenden. Zo zie je nu ook, dat is dit dossier, denk ik. Momentje, ja. Als ik dan naar te behandelen ga, zou die ook van boven staan, ik heb geen referentie ingevuld, kan ik dus dit dossier weigeren. Hier staat de knop en ik moet een reden van weigering geven. Dit zijn de opties die we voorzien hebben. Het is een onredelijke aanvraag. Test ben, zo, ja, weiger dossier. Zo, als ik dan terug ga naar mijn aangevraagde dossiers, dan zou ik deze ook zien als zijnde geweigerd. Zo, dat is al een hele boterham. Nu zou ik dan de tijd die mij nog rest om wel wat inlichtingen, misschien dat ik niet helemaal in detail moet gaan, maar ik kan wel een aantal zaken. Dus we hebben buiten de change request van voornamelijk vergunningen, hebben wij nog een aantal de laatste inlichtingen toegevoegd.
Binnen overheidsplannen hebben wij plan baten en plan schade toegevoegd. Ik heb hier nog een testdossiertje van mijn adressen. En als het goed is, heb ik deze ochtend een plan baten, plan schade inlichting toegevoegd. Zo staat onderaan, dat is een optionele inlichting, hè. Die kan je manueel toevoegen. En dit zijn alle velden, dus dat is het type en het oorspronkelijke bestemming, de nieuwe bestemming en op basis van welk plantype, bijvoorbeeld een gemeentelijke RUP, dat tot stand is gekomen. Wij hebben de rooilijnplaninlichting en de onteigeningsplaninlichting grondig hervormd, ook in samenspraak met de pilootgemeente. Ik heb hier ook eentje klaargezet. Dat is de inlichting om er snel door te gaan. Het is eigenlijk vanuit de planreferenties hebben we nog twee belangrijke attributen toegevoegd. Wat de oorsprong is van die rooilijn. Ik heb hier nu gemeentelijk rooilijnplan gezet, maar dit zijn de verschillende opties. En wat dan natuurlijk heel belangrijk is als inlichting, is dat perceel getroffen? Of is er een onderzoek door een landmeter nog aangewezen? Dergelijke meer. Dus dat zijn de opties. Idem voor een gemeentelijk onteigeningsplan. Dus we hebben de plangegevens en dan staat er een veld nu status van de onteigening. En ik heb hier nu gezegd, die is deels gerealiseerd. Zo, dat zijn voor de overheidsplannenrubriek de voornaamste wijzigingen. We hebben wel wat in samenspraak met de pilootgemeente velden optioneel gemaakt, codelijsten aangevuld en dergelijke meer. Dus dat is allemaal verwezenlijkt in de afgelopen sprints. Wat dan nog voor de andere rubrieken? Ik wens even naar de rubriek natuur te gaan. Daar hebben we alle inlichtingen read-only gemaakt. Dus je ziet, als leverancier kan ik niks aanpassen. Ja, mijn testgebied ligt in Gent. Veel natuurrichtlijngebieden zijn daar uiteraard niet, maar de bron is wel degelijk aangesloten. Dat is in het verleden al gedemo'd. Ja. Binnen is ook nog een mooi klein featuretje dat we voorzien hebben. Binnen de risicogrond, maar ook de omgevingsvergunning en de oude milieuvergunning, hebben we een soort van informatieve box voor de Vlaribo-code voorzien. Dus je ziet, ik doe nu een hover over op die categorie A. En dan verschijnt dus waarvoor eigenlijk dit staat. Dus dat is ook voor de aanvrager. Uiteraard gaan we dat in de PDF als bijlage achteraan eventueel vermelden. Maar voorlopig hebben we dus tekst en uitleg voorzien op onze GUI. Dan, vergunningen. Dat is uiteraard een grote brok geweest voor ons. Misschien dat ik even snel de grond- en pandenbeleid hebben wij de vlokinlichtingen, maar die zijn nog niet aangesloten, lijkt mij. Kijk even naar. Nee, dat klopt. Dat staat nog op de planning, dus ik kan dat niet demoen. Dus vlokinlichtingen zijn read-only. Dus het conformiteitsattest, de herstelvordering en het ongeschikt en onbewoond. Ongeschikt en onbewoond. ONO, juist. Wij hebben wel daar nog optionele inlichtingen toegevoegd, de brownfield convenant, het onbebouwd perceel en het bedrijventerrein. Dus als ik dat hier aanduid, zo, dan zie je dus, en dat wordt ook een read-only uiteraard, die bron moeten we nog aanpassen, sorry, dat is in principe, moet dat daar dan ook weg. Maar wij kunnen dus ook hier de onbebouwde percelen nog toevoegen. En dan hebben we voor erfgoed ook met in samenspraak met de steden en gemeenten, de inlichting lokaal onroerend erfgoed ook helemaal gewijzigd. Zo, dus dat is ook geïmplementeerd. En dan vergunningen, wat is daar aangepast? Wij hebben ook hier nog de laatste inlichtingen toegevoegd als beeldattest bijvoorbeeld. Dat is een vrij korte inlichting, maar ook het planologisch attest is toegevoegd. Dat is vrij gelijkaardig. En de verplichte inlichting, stedenbouwkundig attest, onderaan is ook toegevoegd. Vrij gelijkaardige inlichting. Dus dat kan nu ook aangevuld worden. En dan hebben wij natuurlijk heel hard gewerkt op de hervorming van de vergunningen. In essentie, ik zal een stedenbouwkundige vergunning
we zijn heel veel zaken, bijvoorbeeld verval is optioneel gemaakt, heel veel codelijsten zijn toegevoegd. We hebben codelijsten gemaakt van de vergunningverlenende overheid, de status uiteraard, alle verschillende stappen dat een vergunning of procedures dat een vergunning kan overlopen, hebben we besproken van oké, welke status kan in welk beroep allemaal aangevuld worden. Dus dat was een behoorlijk intensieve oefening, maar ik ben er vrij goed van overtuigd dat we een volledige inlichting nu kunnen invullen, zowel via de integratoren als manueel. We zijn nu volop nog bezig, want je ziet hier twee grote brokken nog ontbreken. De stedenbouwkundige overtreding en de omgevingsvergunning. Daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen. Dus de volgende demo gingen we daar zeker dieper op ingaan. Zo, dat was het wat mij betreft. Ik denk dat ik alles heb vermeld, of toch het voornaamste, wat wij de afgelopen 2 maanden hebben verwezenlijkt. Zo. Dan geef ik graag het woord aan onze vrienden van de backend. Ja. Dank u, Christophe. Voilà, jullie zien allemaal zwijger op TNI, als het goed is nu. Wel, langs onze kant is er de voorbije 2 maanden ook van alles veranderd. Ik zal eerst eens beginnen met een stukje authenticatie en autorisatie. We hadden al de JWT-token, dat zit er nu al een jaar in, dat we verplicht moeten opgeven voor de authenticatie. Daar zijn nog 2 verplichte headers bijgekomen. Zijnde de Correlation ID. Dat is een UUID dat je verplicht bij elke call moet meesturen. En wij gebruiken dat achterliggend in ons systeem om eigenlijk een spoor te houden in de logging. Dat we voor een bepaalde call alles kunnen opvolgen van calls en acties dat er gebeurd zijn. Dus dat is heel belangrijk voor ons opvolging. De andere verplichte header dat er is bijgekomen, dat is de Integrator ID. Dat is een identifier om eigenlijk aan te geven als welke integrator dat je het systeem benadert. Nu, we hebben zo'n identifier gemaild naar elke integrator. Die zijn ook verplicht om mee te geven vanaf nu. Ik ga ze even allemaal invullen dan. Voilà, dus ik heb mij nu kenbaar gemaakt als Stad Gent met een Correlation ID en een Integrator ID als Digitaal Vlaanderen. Dan, voor het indienen van een aanvraag is er redelijk wat gewijzigd in het proces. Vroeger was dat een synchroon proces, dus dat wilde eigenlijk zeggen, je diende een aanvraag in en dat werd onmiddellijk gevalideerd. De dossiers werden automatisch aangemaakt. De automatische verrijking werd er ook onmiddellijk mee opgestart. Dat hebben we nu eigenlijk opgesplitst, omdat we gemerkt hebben in de praktijk dat daar een probleem mee was qua validatie. Want het is zo, we moeten kappa-keys meegeven en gebouweenheden. En achterliggend spreken we daarvoor de Vlaamse basisregisters aan. Dat is een open data API, waarmee dat we eigenlijk alles van percelen kunnen opvragen in Vlaanderen. En we hebben gemerkt in extreme gevallen, bijvoorbeeld een appartementsgebouw, waarbij dat tientallen gebouweenheden voorkomen, dat we time-outs kregen op de validatie van die aanvraag. En bij gevolg konden we dan geen aanvraag indienen op die synchrone manier. Dus nu is dat asynchroon gemaakt. Dus dat wil zeggen, als we nu een aanvraag indienen, dan gaat hem die validatie stap voor stap achterliggend doen. Zodanig dat we dat probleem van die timeouts niet meer hebben.
Dus dit is nu een heel eenvoudig geval voor een woning in Gent. Ene kappa-key, één gebouweenheid. Je ziet hier ook, er is een extra parameter e-mail bijgekomen. Dat is belangrijk voor de facturatie, maar daar ga ik straks op terugkomen. Maar dat is ook een verplicht veld. Voilà. Dus nu is er een aanvraag ingediend. Als ik dan het detail opvraag, zijn er ook een aantal dingen gewijzigd. Dus de time-outs, dat was één problematiek. Een ander punt was ook nog dat we een kostprijs wilden tonen. Alvorens dat die aanvraag kon goedgekeurd worden. Dus als je nu het detail van de aanvraag opvraagt, dan zie je hier ook dat er een kostprijs is bijgekomen. Dus je hebt daar ook de mogelijkheid om dat te visualiseren in een user interface. Bij frontend is dat daarnet niet aan bod gekomen, omdat wij momenteel in onze frontend nog niks doen met die kostprijs. Wij keuren dat automatisch goed. Maar hier heb je dus de optie om het al dan niet goed te keuren of te verwerpen. Je ziet dan ook, dit is het resultaat van de validatie dat achterliggend synchronisch gebeurt. In deze geval is die dus volledig goedgekeurd. Dus dat wil zeggen dat we hem ook kunnen goedkeuren. En daarvoor is een nieuw endpoint toegevoegd. Ook nog een belangrijk detail. Je ziet hier ook, er zijn nog geen geregistreerde dossiers op die aanvraag. En dat komt ook omwille van hetgeen dat ik daarnet heb gezegd. De automatische verrijking gaat VIP nog niet starten, zolang dat het dossier niet is goedgekeurd. Dus als ik nu met dit nieuw endpoint de aanvraag ga goedkeuren, dan krijgen we hier als reactie 200. Dus dat wil zeggen dat het is goedgekeurd. Als we dan nog eens het aanvraagdetail opvragen, dan zie je dat hier nu wel een dossier geregistreerd is. Dan ga ik eens even het dossierdetail opvragen van dat dossier. Dan zie je hier ook in het detail dat er een paar nieuwe velden zijn bijgekomen. Bijvoorbeeld de toelichting. Dat was nodig voor het partitienummer, dat soms nodig is bij het indienen van een aanvraag. Ook de aanvrager hebben we nu ook toegevoegd, omdat dat belangrijk is voor de facturatie achteraf. Ook het e-mailadres komt terug en dan de laatste wijzigingstijdstip. Bij elke update dat we doen bij een dossier, gaan we dat ook bijwerken. Zodanig dat je door middel van polling wel kunt weten of dat een bepaald dossier al dan niet gewijzigd is. Dan hebben we hier alle inlichtingen die momenteel automatisch verrijkt zijn, voordat de bronnen zijn aangesproken. Wat ik er nog aan kan toevoegen, het is daar net al aan bod gekomen, maar we hebben het datamodel gestabiliseerd op 12 augustus. Dus dat is al iets dat het voorbije jaar, iets langer dan een jaar, heel volatiel is geweest. Maar er is nu de voorbije 2 maanden heel veel tijd gestoken in dat stabiel te krijgen en zo consistent mogelijk. Dus we hebben nu wat dat betreft een stabiele interface vanaf de 12e augustus. En moest daar nu nog een wijziging in komen in het datamodel, dan gaan we er ook heel consequent mee omspringen. Is het een breaking change? Is het geen breaking change? Bijvoorbeeld een optioneel veld dat verplicht wordt in de toekomst, dat is bijvoorbeeld wel een breaking change. Maar als er bijvoorbeeld een nieuw veld bijkomt dat optioneel is, dat zou dan geen breaking change zijn. Maar dat gaan we per geval moeten bekijken hoe dat het evolueert, het datamodel. Dan is er ook nog bijgekomen, daarnet ook getoond, het weigeren van een dossier. Voilà, dus een dossier kan ook geweigerd worden, voor eender welke reden. Voilà, dit dossier is nu geweigerd. Als je dan het detail nog eens gaat opvragen,
dan zie je dat de status is gewijzigd naar geweigerd en er is ook meer informatie toegevoegd over de weigering. Dus de reden, dat is een vaste set van waarden die gekozen kan worden. Een motivering is dan ook nog een extra veld dat kan ingevuld worden. Wat ook nog belangrijk is om te vermelden, het dossier, als een dossier geweigerd wordt, wij verwijderen het niet in ons systeem, maar de inlichtingen gaan we wel niet meer tonen. Dus die kan je niet meer raadplegen dan. En verder is een geweigerd dossier, dat zit bij ons in wat dat we noemen de bevroren toestand. Dus als je nu nog op dit dossier een manipulatie gaat proberen, bijvoorbeeld het toevoegen van een inlichting, dan krijgen we ook duidelijk de melding van ja, je kunt het niet meer wijzigen omdat het geweigerd is. Dan nog iets verder naar onder. Dan kom ik nog terug op de facturatie. We hebben ook een nieuw endpoint voorzien wat gebruikt kan worden om facturen te genereren. Dus dit zijn nu dit zijn alle dossiers voor Stad Gent, omdat ik ben ingelogd als Gent. Je ziet, er zitten wel verschillende testdossiers in, maar daar zit alle basisinformatie in om eigenlijk een dossier te gaan opstellen. Factuur, bedoel ik. En verder, ja, je ziet hier ook, er zijn een aantal endpoints die nog uitgegrijsd zijn. Die gaan tegen de release van de MVP, in deze maand, gaan die ook verwijderd zijn. De validate kappa key is eigenlijk vervangen door de kappa key info. En hieronder zijn nog endpoints om een lijst op te vragen van bijvoorbeeld de vogelrichtlijngebieden. Daar spraken we ook achterliggend een bron voor aan. Maar nu is dat eigenlijk niet meer nodig, omdat die inlichtingen die zijn read-only geworden. Dus dat kan enkel automatisch verrijkt worden door VIP. Dus die lijsten zijn niet meer nodig. Dus dat gaat er ook uit. En dan als laatste kan ik nog de PDF tonen. Dit is een PDF dat gegenereerd is ook door ons systeem. Dus we hebben de look and feel door onze grafische ontwerper is dit gemaakt. Dat hebben we nu volledig in het systeem gestoken. Dus dat ziet er ook al een pak beter uit als dat ervoor was. We werken daar vandaag nog verder aan om dat nog verder te tweaken. Want je ziet bijvoorbeeld de lijstweergaves, dat is nog niet ideaal. Maar dat is iets wat we er nog verder bij schaven. Dus dat is altijd geschikt per rubriek en dan elke inlichting eronder. Dat ziet er ook al een pak beter uit. En dan heb ik de voornaamste dingen gehad wat backend betreft. Dus als er vragen zijn... Nee. Ik was gedempt. Nee. Tada.